Zo moet het dus niet. En dat gebeurt nog wel heel veel. Ook voor Gerard van Drie uit Schorel was het even omschakelen. Abrupt remmen of te snel optrekken, het kost miljoenen extra liters brandstof per jaar. Slecht voor het milieu en voor de portemonnee van de baas. Dat kan beter door middel van een andere rijstijl. Ja, snijdt aan meerdere kanten. Denk daarbij aan zaken als brandstof, minder bekeuringen, het comfort van de reiziger, de gezondheid van onze eigen chauffeurs, brandstofbesparing, uiteraard een hele wezenlijke. En daarom hebben alle chauffeurs nu een klein kastje dat bijhoudt hoe er gereden wordt. Als je heel veel gas geeft, zal je zien dat hij naar oranje gaat. Snel doorschakelen, een constante snelheid en uit laten rollen zorgt voor minder brandstofverbruik. Hem rustig uit laten lopen. Dat ik eigenlijk bijna niet hoef te remmen voor het licht. Dan heb ik mijn versnelling gebruikt om te stoppen. Puntje gescoord. Puntje gescoord. Absoluut. De chauffeurs krijgen een bonus bij goed rijgedrag. En dat kan oplopen tot zo'n €500 per jaar. En dat is de moeite waard, vinden ook andere chauffeurs. Het systeem is prima. Je gaat zuiniger rijden. Je gaat er wel op letten. Ja, ja, ja. Maar nog geen dikke bonus gescoord? Ik nog niet, nee. Nee, ik nog niet. Zijn er ook nadelen? Want ja, als je haast hebt, dan is het misschien lastig, of niet? Als je haast hebt, dan is het wel lastig. Maar als je gewoon rustig normaal rijdt, dan hoef je gewoon niet op je tijd te kijken. En dan is het gewoon een kwestie van lekker rijden en zuinig. Connectie wil het brandstofverbruik volgend jaar met 10% terugdringen.